En het lijkt me goed om te vertellen waarom wij dit doen. Waarom we rondreizen met mooie verhalen. Wat is het motief, Thomas? Is het geld? Is het roem? Ik zal meteen aan de mensen uitleggen dat het om de vrouwen gaat. Beste Joep, hoe vaak heb ik je niet gezegd dat ik er bezwaar tegen heb in een rood pak op het podium te staan? En jij zegt dat ik zo nodig het variété in wil en daarom als een man de consequenties daarvan moet accepteren. Maar je hebt variété en variété. En misschien ben ik daarvan altijd al een beetje in de war geweest. Beste Thomas, dan heb je je eerste verhaal voorgelezen. En ik, die achter je op een stoel zat, zag hoe de vrouwen tijdens je prachtige proza langzaam en onzeker erotisch begonnen te loenzen. Vroeger zou ik gezegd hebben, ze zaten te soppen op hun stoel. Maar dat zeg ik niet meer. Sodemiet erop, zegt de goochelaar. Sodemiet er heel gauw op. Naar huis, alsjeblieft, dankjewel. En dan gebeurt het. Als ik heel bang ben, of heel zenuwachtig, of heel kwaad, dan kan ik wel eens in mijn broek plassen. Dat is inmiddels over. En waar die vandaan kwam, kwam hij vandaan. Maar opeens stond die portier achter mij. Die pakte me onder mijn oksels. Mijn voetjes gingen boven die vloerbedekking. De deur ging open. Tarn, Sinterklaas stond buiten. Beste Thomas, valt het je mee tot nu toe? Daar sta je dan als erelid van de Vereniging van Extreem Verlegen Mensen. In een rood pak op een zwols toneel. En er zijn mensen die naar je luisteren. Sterker nog, je brengt vrouwen het hoofd op hol. Net in mijn kleedkamer had ik 3 dames die graag iets met je wilden. Jonge dames. Ik zei dat jij in de pauze absoluut niet gestoord wenste te worden. Toen vroegen ze mij of ze überhaupt een kansje maakten. Ik heb ze uitgelegd dat je zeer gelukkig getrouwd bent en niet aan dit soort immoreel showbizgedrag doet. En ik heb ze uitgelegd dat ik een open huwelijk heb.